Een deel van het plantmateriaal dat in de botanische tuin zou worden geplant door de CARICOM-staatshoofden is niet gestolen, maar meegenomen door LVV. Minister Prahlaad Seudin bevestigde dit vanmorgen, kort voor aanvang van de FVM-vergadering. Hij legde uit dat er 15 gaten waren gemaakt waarin de jonge bomen zouden worden geplant. Echter verschenen niet alle staatshoofden, waardoor LVV besloot de overgebleven boompjes mee te nemen om diefstal te voorkomen. Drie staatshoofden zijn niet verschenen. Twee waren sowieso niet gekomen naar de meeting. En de derde, op een of andere manier, is ook niet gekomen. Na afloop waren 12 gepland, maar die gaten waren er al. Hebben wij besloten van, luister, om te voorkomen dat die planten gestolen worden, laten we die meenemen naar kantoor. En in de loop van de dag, als zo'n staatshoofd beschikbaar zou zijn, zouden we teruggaan. Het is niet meer gelukt vanwege de drukte. Dus die gaten waren daar. Kennelijk ging iemand langs. Zag die gaten open en geen plantjes. Je maakt een foto en zet op de social media. Maar het is niet waar dat gestolen is geworden. Maar we zijn wel voorzichtig, want we hadden juist speciale wachters daar aangesteld. We hadden verwacht tenminste dat er wat zou gebeuren. Maar nee, het is niet waar, die informatie. Er is niks gestolen. We hopen dan in naam van die staatshoofden zelf dan die planten weer in de grond te zetten. De bewindsman ging ook in op de zaak van de vervalsing van visvergunningen. Volgens hem is er nog geen schot gekomen in het onderzoek. Suriname en Guyana zitten reeds enige tijd met elkaar overhoop, omdat ons land na jaren van tolerant beleid besloot om Guyanese vissers die geen geldige visvergunning konden overleggen te weren uit Surinaamse wateren. We gaan door. Kijk, we hadden vanaf het begin de Guyanese regering gevraagd. Als jij zegt dat jouw visser daar vist met een vergunning, en welke die visser gehuurd heeft van een Surinamer, maak een kopie, stuur het voor mij. Ze hebben nooit één vergunning opgestuurd, of één een app, of met een foto erop. Totdat wij nu, een 2-3 weken geleden, één boot hebben gepakt, en gelukkig heeft die inspecteur een foto ervan gemaakt, en ik kan het voor jullie appen, waarin die vergunning vervalst is, mijn handtekening is vervalst en de stempel van LVV is vervalst. Voor mij een teken dat er iets gebeurt aan die kant. Voor de rest was die vergunning helemaal heel goed bedrukt en het zag er bijna perfect uit. Maar nu moet je een volgende zien te pakken. Want zij sturen die foto's niet voor jou. Nu moet je gaan pakken. En dat is zolang ze buiten jou een gezinsveld zijn, ga je ze niet kunnen pakken. Maar aan de andere kant, en nu die hamvraag. De boten waarvan zij zeggen dat ze vergunning hebben gehuurd van het Suriname. Die Guyanese visser zegt, is mijn boot en ik huur die vergunning van het Suriname. Maar op die vergunning staat wel de naam van die boot. En die boot staat geregistreerd bij MAS als ze zijn een boot waarvan de eigenaar die vergunninghouder is. Hoe kan die visser in Guyana claimen dat het zijn boot is? Het zijn allemaal discussies die we nog voeren intern, om dan Guyana van een goed antwoord te dienen. Maar er zijn heel wat fricties daarbij. Dus dat komt erbij kijken, die vervaste vergunningen komen erbij kijken. God weet alleen wat nog meer. Maar dat is één vrome daar. Maar step by step. Ik heb me erin gebeten nu en ik ga gewoon door, doordat er de zaken gezuiverd zijn. Natuurlijk hebben onze zwakke plekken. Kustwacht is niet in staat helemaal te controleren voor 100%. Die moeten gaan versterken. Dus zo is, maar ik ben al bezig gradueel om zaken beter te bekijken. Dat was minister Prahlaad Seudin van LVV over het onderzoek naar de vervalste visvergunningen die ontdekt zijn bij Guyanese vissers. Het onderzoek duurt voort.